Dat is de volgende boot. Ja, en die meneer die daar bovenop staat, die heet Stefan, die heb ik gesproken. Die is in zwembroek staan. En ja, hij zingt dus. En wat hij gedaan heeft, heeft dat allerlei varianten gemaakt op bestaande nummers. Dus Suzanne is Mohammed, ik ben stapelgek op jou. En waarom doet hij dat? Hij doet dat omdat hij vindt dat heel veel muziek of heel neutraal is, of heel heteronormatief. En dan vooral de liefdesliedjes bedoel je? Zeker, ja. En ook openlijk homoseksuele mannen als bijvoorbeeld een Barry Manilow en een Elton John. Nou, Barry Manilow wel heel lang in de kast gezeten. Die is pas dit jaar eruit gekomen. Ja, dat is waar. Maar dat heeft hij ook niet voor niks gedaan. En je ziet heel vaak dat zangers en zangeressen, artiesten toch voor neutrale teksten kiezen, wat ik snap. Want je wilt natuurlijk je muziek zoveel mogelijk verkopen. Maar het is ook liefde is universeel, denk ik wel. Dat is ook zo, maar hij wil eigenlijk pleiten voor in ieder geval een aantal liedjes die wel gericht zijn op mensen van het gelijke geslacht. En hij neemt het voortouw door een aantal nummers om te vormen tot liederen die bijvoorbeeld van hem als man op man van toepassing zijn. Dus dan moet je denken aan Material Boy van Madonna. En ik hoor nu Uptown Boy van Billy Joel. Dat was eigenlijk klopt. Uptown Girl. Ja. Ja. Hij gelooft in mij in plaats van zij gelooft in mij. Ja. Daar gaat hij in plaats van daar gaat zij van Clouseau. Ja. Nou, To All The Boys I Loved Before heeft hij ook gemaakt. Dus hij heeft een behoorlijk repertoire. Ja, zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Zeker.